samen, hè? Ja, de eerste middag vissen. Lange reis. Dogfish. Dat is er een met een heleboel tanden. Zoetwater barracuda. Check. Peacock. Other one. Hup. Vis eronder. Zit de vis onder. Nou, dit is de vis. Boga grip, want ze zijn echt veel te explosief. Vervolgens, als je hem eenmaal vast hebt, net als bij onze kielgreep, kan je de boga weghalen. Maar je moet een beetje kunnen werpen. En je moet ook niet bang zijn om hard te trekken als er een vis aan zit. Ja, daarvoor is de volgende. Een klein visje die er achteraan kan. Ho, weer. Ik kan de kolken nog zien. Kijken of we kunnen vangen. Een van die dogtooth visjes. Ja, had hem alweer. Vallen meer aan op een manier. Toen ze dat doen, we hebben al heel veel gehad. Hangt die gewoon niet. Ik heb altijd leuk die sopje uit. Weer. Je ziet misschien de kolken nog. Hij zit er echt achteraan, maar hij vreet niet door. Misschien dat hij die van Ruud pakt. Die is wat kleiner. Ja, zie je? Ruud heeft hem gelijk. Iets kleiner aas en hij hakt erop. Klasse. Dat is zelfs. En nogmaals, we vissen hier dus in een mijnenveld. Met dit soort bomen om ons heen. Daarom vis ik altijd graag wat zwaarder. Als je dan beet krijgt en het is een goeie, dan heb je in ieder geval nog een kans. En ze liggen er echt tussen. Dus je zult die keuze moeten maken, of licht en ook sport op kleine vissen, maar dan grotere verspelen, of zwaarder vissen. En dan heb je iets minder sport aan die kleintjes, die overigens nog steeds hartstikke sterk zijn. Maar wel de kans om een grote te pakken. En dat is al een paar keer geluk. Oeh, big fish. Ja. Ja, fish. Ja. Dit is wat ik bedoel. Tussen de takken nu. En nu moet ik die hengel gebruiken. En de molen om hem eruit te halen. Oh jee. Oeh, zo. Wat een geweld, man. Dat lag daar tussen die takken. Hier, oh. Prachtig. Kijk eens, jongens. Schitterend. Wat een geweld.
Oké. En in de pocket. Top. Nou, daar gaan we even een plaatje van maken. Nou jongens, ik kan alleen maar zeggen bam. 13 pond. Op een Savage Gear Freestyler. Ik zie hem hier voor hangen. Zit je lekker in? Oh, het is een hangbak. Ruudse zit, man. Lekker. Oh, wat blijf op. Wat geweldig. Amazone barbecue. Zo, de knetter die ging erop. Nou, Ruud doet even een chatterbijter aan, eerste worp. Die wordt onder de boot gegrepen door echt een goede vis. Zo. Nee, trek hem hoog, Ruud. En trek hem in de oppervlakte. Ah, 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 ah. Wait, it's not finished. Blij, Ruud? Oké, perfect. Oh, dat is een goede man. Zo, de vis. Hey, kerel. Mooi, man. Top, die gaan we even een mooi plaatje zetten. Net eentje verspeeld bij die boom. Nieuw aas eraan, één keer ingooien, gelijk weer bijt. En dit voelt als een goeie. En het is een goeie. Yes! Oh, prachtvis! Prachtvis!
Okay. Hoi. Ja. Is er nog. Oeh. Netjes, man. Trekker Ruud. Ja, oké, okay, je hebt hem. Dat is een mooie. 10 pounds. Bye bye. Dan worden ze wel groot, ja, als je ze vals haakt. Dat viel aan, maar zit niet in zijn bek. Hey, kijk eens aan, vriend. Mooi. Normaal, ja. Mooi, man. Super. Zo, echt top. Weer eentje. nou een colaatje, want dat vind ik eigenlijk wel lekker. Haha, gaan we doen. Yo, zo, wat aan, baby. Bro.
Goed joh. Goed joh. Julio, come back. Julio, in the corner. Come back, come back. Vis, yes. Er liggen er nog meer in die hoek, denk ik. Even proberen. Even een plaatje van deze rug, is een mooie. Kunnen die plek even rustig laten worden? Ik denk dat het riviertje gewoon vol ligt. Okay guys, another peek on Bas. And on this occasion what I wanted to show you are these beautiful stingers. They are called the Stevie Stingers. Steve Townsend told me this is the best bait. Well, you know who I am. I always want to try first, but frankly, these things catch like crazy. So anything that has feathers to it, a good strong hook, is what you get your beak off. Nou, vanaf de punt van de boot, het zit erop, een week vissen. En wat is het gaaf geweest, en dat gaan we straks vieren. Met een mooie beach barbecue met de groep. De spullen staan al klaar. Fantastisch weer. Schitterende avond. We zullen gelijk maar van de gelegenheid gebruik maken om een toertje door de boot te gaan maken. De boot die hiernaast ligt, dat is de voorraadboot. Er staat alle brandstof op, gastanken, daar wordt afval op opgeslagen, etcetera, etcetera. Waardoor het mooi gescheiden blijft van de hoofdboot. Dit is waar we op verblijven. Dit is de captain's corner. Met wat voorraad drankjes voor overdag. En nu komen we in de ruimte met alle kamers. En die zijn helemaal goed. Uiteraard nu na het vissen, want we gaan er opruimen. Even een rommeltje. Maar je hebt daar je eigen badkamer. Dik voor elkaar, show met douche, eigen toilet, wastafel, spiegel. Een bed groot beneden waar je lekker op kan slapen. En een bed boven waar je lekker je spul op kwijt kan, zoals je met mij kunt zien. Hey, dat is de grote winst van dit hele verhaal. Een airco per kamer. Dat is wel zo ontzettend lekker. 8 kamers. Allemaal hetzelfde. Aantal voor de bemanning, aantal voor de gidsen. Die loop ik nu langs. Zo lopen we naar de achterkant toe. Wat je hoort draaien is de generator. Die is natuurlijk nodig om stroom te hebben. Dan komen we in de kitchen, de manatje. Dan zien we allemaal lekkere dingen klaarstaan. Deze dames hebben echt voortreffelijk gekookt. Hier achterop liggen de gidsen. Guys, thank you. Heerlijke bootjes. Prima met z'n tweeën vissen. Zelfs mensen van het formaat Ruud en ik redden dat. De mannen maken alles netjes schoon. Veiligheid, brandblussers. Zijuitgangen waar je boot op kan stappen en dergelijke. Dan gaan we omhoog. Dan komen we op de eerste verdieping. Daar is de eetzaal. Dat is echt helemaal super netjes. Ruimte zat. Hallo. Barretje achterin. Koelkast. Amigo. Zink en uiteraard het dakterras waar we de hengeltjes op slaan. Hier vanaf het dakterras kan je opnieuw verder naar boven. Buiten douchen als je wil. Achterkant van de andere boot. Daar kun je ook op zitten, maar waarom zou je? Want als we hier boven komen, dan praten we over echt ruim. Nou waren wij met een kleine groep, dus deze hebben we niet eens hoeven gebruiken. Maar als je hier met een grotere groep bent en je wil even lekker met je maat samen zitten, of je spulletjes een beetje netjes uitzoeken, of een spelletje spelen,
dan kan het hier. Nou, zijn er airco's aan boord? Lachen, er zijn airco's aan boord. En dit is natuurlijk fantastisch, want dan sta je dan straks met je drankje. Zijn barbecue man is al begonnen. En hier hebben we hetzelfde beeld in, maar dan 2 verdiepingen hoog. Helemaal super. Nou, nog 1 ding toe te voegen, verder niet de video. Op de eerste verdieping zijn er ook nog een paar gasten verblijven. Ook die worden voor een groot stuk door de bemanning gebruikt. Maar all in all, als je het optelt, kunnen er behoorlijk veel mensen op deze boot. En betekent dat dus dat je met een grote groep hier naartoe kan. Alle faciliteiten voorzien, alle gemakken voorzien, spulletjes lekker ruim. En toch nog steeds je eigen privacy in je eigen kamertje. En ja, in alle eerlijkheid, als je daar aan de overkant kijkt. Daar hebben we gevist en gevangen. Dus je ligt letterlijk naast de vis. Ik zeg de dik voor mekaar, show. Are there a lot of them around? Sometimes. Are they common? Hey. That's it. Leo. ¿Qué está para dónde va a ser con el chile? Vertrek vanaf Barcelos,